je ziet het. Het is behoorlijk helder water. Je kan tot op de bodem kijken. Je ziet het, er staat wel een beetje een stroming. Ah, wacht. Dit is een soort van vuurplaats. Ik dacht aan de andere kant te zien dat hier een bank stond om te chillen. Maar dat is helemaal niet zo. Raf. Ja, hier kun je zitten. Je kunt vuur maken. En hier staat iets. Ik weet natuurlijk niet wat dit allemaal is. Ah, jongens, kijk. Er staat een soort chillhuis. In een soort van bosperceel. Oh, gaaf, jong. Nou, dat ziet er geweldig uit. Dan gaan wij even eromheen lopen. En dan gaan we, als het goed is, daar weer de weg op uitkomen. Gaaf. Oh, we hebben weer een nieuw gebied ontdekt. Oh, ik heb altijd gedacht dat dat een chillbankje was, maar dat is helemaal niet zo. Even te kijken, daar stonden borden van gevaarlijk terrein, daar zullen ze dit wel mee bedoelen. Dat dit een soort van drijfzand is. Dus dan gaan we er maar eens eventjes omheen lopen. Kijk, daar heb je de straat al. Daar moeten we dus heen blijkbaar. Ah, kijk, ze hebben hier ook een soort van loopvlonder gemaakt. Waar je dus waarschijnlijk ook overheen kan lopen. In de toekomst misschien. Ah, kijk. Gaaf. Of het is een soort van botenuitlaatplek. Ik denk dat eerder. Dat is ook wel gaaf. Kijk, je komt hier gewoon bij een weg terecht. Dan heb je hier van die hoge struiken. En eigenlijk valt die waterplas die hier achter is, valt eigenlijk helemaal niet op. Het is dan eigenlijk alleen die ingang. Oh. Dus als je auto rijdt, moet je die hele kleine dingetjes goed in de gaten houden. Want voordat je het weet, ben je ergens voorbij gereden, terwijl het hartstikke mooi is, hier achter de struiken. Oh man. Gelukkig dat we nu vandaan komen. Nou, hier wordt volgens mij groente geteeld of zo. Dat zit helemaal vol, jong. Onvoorstelbaar, hè? Dit is gewoon zo'n weg. Een verloederde weg, wil ik het bijna zeggen. En aan de achter heb je zo'n prachtig mooi gebied wat eigenlijk niet opvalt. Ik zal eens kijken of ik hier zo dadelijk een of ander doorgangetje kan vinden. Ik zie daar al iets. Dan gaan we eventjes de grote waterplas helemaal in beeld brengen. Wow. Ja, daar is die. Het pad. Ja, daar is die. Oh. Kijk dan. Wij komen van die kant af. Daar waren we zo net. En we hebben er eigenlijk helemaal omheen gelopen zo. Dus zijn we daar gegaan. Hier langs de straat gelopen. Dan zijn we hier uitgekomen. Maar nu moeten we nog even verder over deze weg heen. En dan gaan we dat hele stuk daar pakken bij die Dixie. Je ziet het, daar zijn ze ook water aan het uitpompen. Gaaf. En dan gaan we nog even kijken bij de Zwaluwberg. En dan gaan we zo helemaal rondom die waterplas lopen. Helemaal tot aan de Cinemark weer. En dan pakken we de loopvlonder. En dan hebben we weer het hele gebied gehad. Wow, geweldig. Nou, ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden. Ik ga hem weer beëindigen. Doei!